Hij is een klong van die Karoo, Oma Sari is een kleintjent en hij is Oma Sari van die Karoo op die socials en hij heeft nu een eigen tv-reeks op. De acteur en die comedian, Moses Williams, hier zit hij samen met mij. <laughs> <laughs> Nancy man. Hallo Linkie. <laughs> <laughs> nou kom, eens beginnen met jouw rechte Oma <laughs> Hoe was het om een die Oma Sari eens groot te raken? Eh, uh, rof. Dat was rof. Als je denkt aan WWE, <laughs> Times 5. Times 5. Kan niet waar, we zien. Ja, nee, dat was rof. Maar ik uh, meen, kinders en kleinkinders undo, net Maas en Oma's, mm. wat ook beetje van de balans gaat. Dus dat was rof. Maar bij je liefde in een vrouw met verschrikkelijke je wezen. Precies. Weesie Precies. Nou, hoe is je karakter, wat jij nog eens hebt, hoe is het anders dan jouw erge Oma? Die nee, baie min mense weet dit maar die karakter is gebaseer op my ouma se lewe Zo so wat mensen zien op socials en op het tv programma dat is wie mijn oma was. Zij was een klein beetje erger. Ze heeft zeker dat gezegd wat ik niet mag zeggen op tv. Zo so ja, maar terug. Ja, ik moet anders kan ik <laughs> hier een paar worden Maar kijk man, was je oma puur in haar pink gown? Of had ze gown gedraaid? <laughs> ja, ze was, was permanent in haar gown geweest. Staan ze op, gown. Mijn oma was de eerste vrouw bij wie gezien heb die hele weertrend was. Vrouwen staan op in de ochtenden. ...was net om wie in de gown te klimmen. Zij was de eerste voor wie ik gezien dat doen en dat is voor mij zo hoe weird. mensen gaan niet weer de oude Maar oma wat dan weer de gown aan. Precies, maar ja. die hele tijd is die gown. Heel te mal. Maar oma zijn ook pink? Maar. Natuurlijk, ze heeft in het haar, maar die pink was je favoriet. Als die pink aan het dan weet iemand wordt geslaan vandaag. Ja, dat is een fight op pad, als hij pink aan heeft. <laughs> maar jij verskaft mensen baie plezier. Maar jij ook zelf ook al door moeilijke tijden gegaan. Oh ja, besliss, besliss. Ik um, uh, denk, uh, die, die, die reden hoe ik vandaag doe wat ik doe is omdat ik uh, het, de uh, titel van een kort podcast op YouTube, wat ik getiteld heb, Comedy Saved My Life. Mm. Die moeilijke tijden, om te bekleven wat vandaag is, was comedy en net acting in general, die één ding wat mij bij je gemaakt en mij laat beter voelen. En ik ben vandaag dankbaar om, om tien jaar in het bedrijf te vieren dat ik van mensen... ...beter kon laten voelen en mensen bij een venue laten instappen en anders laten uitgaan. Zo so, is voor mij een gift vandaag en dat maakt alleen die moeilijke tijden die ik doorgemaakt heb, zoveel so zo so die moeite werd. Wat betekent dat als ik weer moet gaan saffelen, yes. dan ga ik het doen. Precies. Om weer te komen waken vandaag. Zou je omgeving ons een beetje te vertellen van die moeilijke tijden? Nee, 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 laat niet. Van die moeilijke wat die uitstaan als die feit dat ik het uh, en ik begin zo in matriek toen ik mijn eerste comedy show gehad in aan aanbeweeg. Was klinse. Ja, ja ja, ja schoolbanken. Terwijl ik aan de kans geleerd voor een matriek eindexamen, heb die man shows gerield. En de universiteit was bij gekomen om me, want ik was hoofdzin geweest lentje bij je weet je dat u? Hoofseun. Ja. Baie belangrijk. Ja, in ieder hoofdzin was bezig om comedy shows te gerield terwijl hij moet leren voor eindexamen. Maar maar die droom was daar en die goal was daar geweest. En van die moeilijke dingen al uitgestaan is ik feit dat ik het sometimes gezet met drie mensen in de zaal. Mm. Vier mensen in de zaal. En dan moet ik voor die mensen met zo'n baie in m'n hart, moet ik voor die mensen een performance of een lifetime geven, want van die mensen het erger zeer als ik. Mm. So, ik kon nooit toelaten... Mm. Je te mal, ik kon nooit toelaten dat hoe ik voel, mij weerhouden om andere mensen een performance te geven. En ja, ik vind van die andere moeilijke tijden is... meer meen ge uit, uit mijn persoonlijke leven, mm. uit het feit dat ik mijn pa verloor dan zelf op 9 jaar oud. Tjoh. En m'n pa, hij heeft van drie jaar amper doodgesteken in mijn long toen ik zo. drie jaar baba was. Zo so die ik vandaag ik, ik is een miracle baby. Yes, is net en genade. Is net genade, so, uh, hoe kan ik dan opbouw plezier van andere mensen als ik vandaag zelf wist die genade. Je weet, so, uh, zo ja, het was, was rough geweest. Het is een diep story, maar het is, maar is toch bemoedigend ook. Ja. En het wijst niet voor een mens, je hoeft je op te houden, je kan net gaan En hier zit jij. Jij, de, jong, jij hebt bij TikTok goed eens begonnen. Jij hebt een YouTube kanaal gehad, Nou, heb je gelijk je ja. tv-show. Alles, alles, alles. Ik uh, uh, moet het terechtstelling maken, uh, Lentje. Oma Sari is bij ouder dan TikTok. Toen TikTok <laughs> kwam, dus, toen TikTok kom, dus ik al reeds op je toneel. Al reeds. Zo so, TikTok dus je al een ja, 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 ja. En weet ik het probleem dat mensen naar mijn verwijs van oma Sari van TikTok mm. Maar ik wil je feit terecht spreken. TikTok komt krui mee. Het is nu wil dat Massari wel nou uitkomt. So, so, jammer, Lientje. <laughs> Sorry, maar. <laughs> Haha. Net een recordstrikter. Nee, maar ik versta jou heel te vaak. Maar als je nou niet jiri rol vertolkt van Massari, is er nog andere goedes wat je doet? Ja, Moses die acteur is ook nog op het toneel. Alhoewel, als Massari instapt, dan verdwijnt alles. Zo ik in mijn omlaag van zijn, wanneer er zijn op het toneel. is

Denk niet om, 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 om je te laten verstaan wat een grote rol Garden Road media speelt? Ik heb wel een gewerkt, maar um, dank die vader met die groei van mijn loopbaan moest ik ongelukkig mijn fulltime commitment verbreken om voltijds mijn mijn loopbaan te besturen. Mm, mm. En een plek zoals George Nicaragua waar mensen dat onmondelijk vinden... ga ik nu mijn tweede jaar waar ik fulltime in mijn loopbaan is en ik nog één keer. Gevoel dat ik het niet maak nie, of ik maar terug ga naar een fulltime job doen. Ik ga het media, het, het voor mij dieren opgemaakt en voor en andere. Allemaal wat aan die Rieks werk als onervaren talent, zelfs achter die camera ook. Jo. Maar daar was een platform geschept, door Marius Maris Vannenberg, die, die CEO van die media heeft Die platform geschept. En in die begint was ons salomlinie te klommen, jong mensen. En hier iemand ons zagen los. Met sy we gaan iets doen iets. Nou zien je nou maar gisteren bij je dank je maar voor dat wat je ook terug in die gemeenschap. Als je een in, net zo inlinken ze, waren wat 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 nog bezig? Een inlink, een inlink. Daar zijn een aan. Video, podcast op pad, En dan gaan bij je. Posch interview ja. Lekker jij. Wat nog? Ga je voor ons interview interviewen? nee, je moet voor mij Whatsapp sturen dan Ja, als je podcast. En dan, iets wat ik bij lief Ik heb in mijn antwoord geblijst, was bij lief Nigerian movies. Ik doe een me nigerian accent. Ik, ik is scherp op Zo Zo'n mouses gaan een Nigerian oom een YouTube-reek. Zo, dat is toch, dat is toch veel goed voor score nou te lekker, man. Maar ze pink houden hier, zeg ja, Nigerian. Uh, uh hey I, I left it in the car. It is in the car. Oh, baie baie dankie Mouses. <laughs> Dit was jou klop vir vanaand. Ek hoop julle net so lekker soos ek gekeu het. Tot hyne volgende week weer terug saam met julle. Ek sê nou vir nou is wederom in 'n te sanna week. <laughs>